de test. Hoe lang duurt het voordat kinderen in aanraking komen met misbruik? En dat komt tot een confrontatie. U moet nou even eerlijk zijn. Waarom bent u hier? In deze nieuwe reeks gaan we met deze rode knop testen hoe lang het duurt voordat je verzeild raakt in bizarre, maar vooral gevaarlijke situaties. En in deze allereerste aflevering testen wij als je als kind nou inlogt op een kinderchatsite. Hoe lang duurt het dan voordat je in aanraking komt met volwassen mannen die met jou willen afspreken? Ja, de tijd loopt. Dat betekent dat ik nu eens ga rondkijken op chatboxen voor kinderen, wat daar nou allemaal gebeurt. We loggen in als de 15-jarige Sarah en het is meteen raak. Ik krijg meteen de vraag, hey, waar kom je vandaan? Val je op wat ouder? Iemand vraagt of ik een mannelijk geslachtsdeel wel eens heb gezien. Of ik een vriendje zoek, krijg ik echt al meerdere keren. En in mijn naam staat dat ik 15 ben. En ik dacht eigenlijk dat dat een reden zou zijn om af te schrikken, maar het is juist voor heel veel mensen een reden om juist wel met mij te gaan chatten. Iemand vraagt of ik ook zin heb om te zoenen en dan zouden we dus moeten afspreken. Stop de tijd, een man wil contactgegevens uitwisselen voor een mogelijke afspraak. Conclusie, kinderen op chatsites worden binnen 16 minuten benaderd voor een afspraak. Mijn collega zal zich voordoen als de 15-jarige Sarah en belt 2 keer met de man die uit is op slechts 1 ding, het maken van een afspraak. Maar niet erg dat ik ouder ben, ik vind het, ja weet je... Ik wil geen probleem of zo hebben. Hoe oud was je ook alweer? 49. En jij? Ik ben 15. Dus ik had je vader kunnen zijn? Ja, nee, mijn vader is wel wat jonger. Oh, dat is niet. Dus je zit met een hele oude vent te kletsen. Sommige mensen die beginnen dan heel gauw sekschats of dat soort dingen, weet je. Dit is kenmerkend voor dit soort personen. Ze vertellen vooral manipulerend dat de rest slechte bedoelingen heeft. Maar hij zelf natuurlijk niet. Alles om het vertrouwen te winnen. 75% kans op regen. Oh, dan worden we wel nat geregen, denk ik. Ja, dus dan hopen dat je me snel vertrouwt en dan toch maar naar binnen. Dus je doet alles voor chocola. Ja, absoluut. Ik hoor de auto van mijn moeder aankomen, dus ik moet nu wel gaan. Oh ja, oké. Misschien horen we nog wel. En anders dan hebben we wel via Skype. De man stuurt de 15-jarige Sarah dagelijks berichten over het afspreken, het geheime contact en wat hij allemaal van haar wil. Zo schrijft hij, oh, haha, straks je ouders vertellen dat we verkering hebben. En met seks kun je beter leren op een oude fiets. En ook als de 15-jarige Sarah aangeeft daar nog niet mee bezig te zijn en niet te weten of ze daar klaar voor is, dan gaat de man daar gewoon op door. Beter de eerste keer met iemand die voorzichtig met je is en weet wat hij doet. Dat geklungel. Misschien als het samen fijn voelt dat je er toch anders over gaat denken. En ook over dat het allemaal stiekem moet is de man heel duidelijk. Zo schrijft hij, omdat het ook met je ouders, nou ja, stiekem moet. En vraagt hij, maar ga je vriendinnen van mij vertellen? De gesprekken worden eigenlijk altijd continu seksueel ingestoken. Ook praat hij over zoenen, intimiteit, seksueel contact, of ze een slipje draagt, ja of nee. En het gaat maar door. En dan komt het echt tot een afspraak. Eerst even aandacht voor de vriend van de show en dat is Trade Republic. En dit is de betaalpas. Het is namelijk een bank. En naast dat de pas er gewoon best wel vet uitziet, zitten er ook nog wel wat voordeeltjes aan. Bijvoorbeeld het afronden. Want je koopt iets bijvoorbeeld voor 1,70, maar je betaalt daadwerkelijk eigenlijk 2 euro. En het resterende bedrag wordt automatisch belegd. En je krijgt ook 1% saveback terug van elke betaling die je dus doet. En zo zijn er allerlei voordelen die je krijgt bij Trade Republic. Van 4% rente tot aan het periodiek beleggen, eenvoudig en goedkoop beleggen en geen rare abonnementskosten die elke keer van je rekening worden afgeschreven. Ik zou zeggen, check de link in de beschrijving en word klant van Trade Republic, net als ik. En probeer het gewoon een keertje. De man laat weten onderweg te zijn. Hij is er bijna. Mijn collega doet zich in dit geval voor als de 15-jarige Sarah. En zij zal met de verborgen camera plaatsnemen op de afgesproken plek. En dan is het afwachten. Dan opeens zien we een man wandelen rondom de afgesproken locatie. Hij loopt voorzichtig rond en kijkt goed om zich heen.
Hij is echt komen opdagen dus om de 15-jarige Sara te ontmoeten. Hallo. Hoi. Zullen wij even met elkaar praten? Heel even. Want wat komt u hier doen? Kletsen. Kletsen. Ja, het is een beetje... We waren in gesprek. Ja. Het is een beetje vervelend chatten. Ja, maar het gaat wel verder dan verveling, hè? Ja, we hebben nu afgesproken. Ja. Maar schrikt u niet van uzelf dat u hier nu staat? Als u nou echt eerlijk bent. Ja. En waarom schrikt u dan? Waar schrikt u nou van? Ja. Maar niet van uzelf? Moet ik zeggen, ik bedoel er niks kwaads mee. Maar met alle respect, ik heb uw chat hier. Dat kan toch niet? Nou, u heeft het over... Ja, oké, dat is wat bedoel. Nou ja, je mag ook in de auto komen als het buiten koud is. Ja. Straks je ouders vertellen dat we verkering hebben, mijn leuke chat. Vriendin. Oké. Heb je wel vriendjes gehad? Het was spannend elkaar ontdekken, ik knuffel wel een keer. Ja. Nee, maar u moet niet doen alsof u dat niet weet. Nee, u bent een volwassen man, u weet goed wat u doet. He, u bent capabel, toch? Dan moet u niet doen alsof u dat niet begrijpt. Waar bent u van als ik vraag? Ik ben van Vrije Vogels. Dat is een online programma. Oké. Ja. Oké. Ja. Ik ben denk ik heel naïef geweest dat ik er niks achter zag. Nee, maar dat geloof... Nee, snap ik dat u geloof. Nee, maar dat is niet zo, want ik heb ook de telefoongesprekken gehoord. En u zit de hele tijd te teasen eigenlijk om toch... Het gaat toch over seks en dat weet u zelf ook. En dan moet u nu niet doen dat dat niet zo is, dat weet u heel goed. En dat moet u... Ik ben niet gek, hè? Dus laten we elkaar serieus nemen. Ik neem u serieus, neemt u mij serieus. U bent hier voor seks met iemand... Die moet leren kennen, jawel, daar moet u niet over liegen. Dat is niet hoe ver ik wil gaan. Ik heb ook dat ik met veel mensen in het verleden af heb gesproken als in... Maar die zijn dan meerdere jaren. Maar met hem over. En dan toeren. Ja, maar daar heb ik niet zo'n boodschap aan hoor. Nee, dat zou, maar je wil alleen dit verhaal horen. Ja. Mag ik mijn achtergrond vertellen? Als dat een zielig verhaal wordt, dan... Oké, okay, nou zo. Dus ik vind het leuk om mensen te leren kennen. En ja, inderdaad, ik ben er te veel overheen gestapt dat het dan iemand is die jonger zou zijn. Nou, u vindt dat wel spannend ook, hè? Dat het dan niet mag en want zelfs ook dat bellen, dat moet dan als de ouders, dat wordt je nog verteld, man. Ja. Van hè, mijn ouders komen thuis, het staat hier allemaal hier en met seks kun je beter leren op een oude fiets. Dat gaat over gewoon lol. Ja, dat is toch even jammer hè, dat ik dat chat gesprek heb. Ja, maar dan moet u niet doen alsof ik dat niet weet. U moet nou even eerlijk zijn, waarom bent u hier? Ik oprecht. Zo ver wil ik het nog niet laten komen. Nog een keer, waarom bent u hier? Ik ben met haar te chillen. Hoe oud bent u? Want ik heb hier staan 49, klopt dat? 49. En het is natuurlijk vrij normaal dat iemand van 49, zonder dat de ouders dat weten, een kind komt ophalen ergens in de middle of nowhere, zou ik bijna zeggen. Ja, in het midden van alles. Ja, maar dit is toch raar? Heeft u zelf kinderen? U heeft zelf kinderen? En die doen dat ook. Die spreken ook af met oude mannen. Dat vindt u goed. Maar dat kan toch, zegt u? Je hebt helemaal gelijk. Nee, maar ik heb ook gelijk, dat weet ik. Maar waarom bent u hier? Dat heb je me net ook gevraagd. En dan komt er een onzinverhaal. En die hoef ik even niet. Dus wees nou even eerlijk. Maar wat wil je dat ik zeg? Ik wil even weten, wat drijft u nou? Waarom bent u hier? Dus de chatgesprekken, meneer, daar lusten de honden geen brood van. En dat weet u. Dat weet u. En het lijkt ook alsof u een beetje schrikt. Ik zie aan uw ogen dat het u ook wel raakt. Ja.
Toch? Ja. Maar waarom dan schrik je toch van jezelf? Ik ben te naïef geweest. Nee, dat is niet naïef hoor. U weet heel goed wat u doet hoor. Want u bent... Ik heb ook eerder al gezegd na telefoongesprekken dat ik u erg slim vind. Want u weet heel goed tot hoever u kunt gaan. Omdat het ook met je ouders, nou ja, stiekem moet. Maar vind je me niet raar dat ik met een jonge meid chat? Haha, kom ik even bij je onder de dekens? Oh. Ja. Ja, oh, meneer. U weet dat. U bent niet een soort oude seniele idioot die niet weet wat u zegt, hè? Onder de dekens. Ja. Seks kun je beter leren op een oude fiets. Mag ik? Dat is gewoon een grote bek online. Nou ja, beter dan de eerste keer met iemand die voorzichtig met je is en weet wat hij doet. Dat geklungel. Ja, u doet nogal stoer, hè? Want u weet het allemaal wel. Ja, dat is gewoon een grote bek. Wel spannend elkaar ontdekken. Haha, ik wil jou knuffelen. Dat schrijft u, hè? Nou, een kind. Hoe oud zijn uw kinderen, meneer? Ja, 8 en 11. En als die straks 14, 15 zijn? Dit kan toch niet? Nee. Wat ik wil zeggen is dat ik... Het is wel goed dat je me dus op de feiten wijst. Want ik schrik er gewoon erg van. Hè. Nou, dat zie ik ook. Wat denk je dan? Kom je mee achter op de motor? Wat is je cupmaat? Of mag ik dat niet vragen? Ja, dat is... Nee meneer, u moet... Wees nou even eerlijk. Ik ben heel vriendelijk tegen u, maar het gesprek kan ook een andere kant uit. U moet eerlijk zijn. U liegt, u bedriegt, u bent heel slim. U weet heel goed wat u doet. Ik heb het niet zo heftig gezien. Dat ik een cupmaat? Wat is je cupmaat? Dat ging over kleding. Dat is natuurlijk niet seksueel. Het ging over... Hou een ander voor de gek, meneer. Nee, dat niet. Nu is mijn sympathie ook wel een beetje weg, hoor, bij u. Moet ik heel eerlijk zeggen. Kijk, op het moment dat u nou zegt, nou inderdaad, ik zit fout en ik kwam hier en dat is niet goed. Dan heb ik nog enigszins... Dan denk ik, nou je staat voor wat je komt. Dat is het ook, maar je vraagt. Nee. Ja, ik vraag door, ja. Want dat vraagt dit nogal. Je zegt iedere keer hetzelfde. Ja, u ook. En u liegt. En daar ben ik even klaar mee. Kom ik bij je onder de dekens, bla bla bla. Omdat ik het ook met je ouders, nou ja, stiekem moet. Nou snap ik, lieverd. Is wel meteen intiem, hè? Dat is natuurlijk hartstikke normaal om dat te zeggen tegen een kind. Die ken je niet. Hè? Hup. Bent u pedofiel? Dat is misschien heftig, maar bent u dat? Nee, dat zou ook niet werken. Als ik het zo zeg, dat is iets wat heel erg... Maar kijkt u wel eens kinderporno? Zijn dat gedachtes van u? Want u komt hiervoor in je kind. Nee, totaal niet. Ja, maar wat komt u hier dan doen, zeg? Hou een ander voor de gek. U staat hier. U komt een kind ophalen. U staat daar ergens geparkeerd. U vraagt nog notabene of ze mee in de auto gaat. Bent u wel helemaal goed? Ik heb nog niet gevraagd nu of ze mee in de auto gaat. Nou, dat gaan we dan even erbij pakken. Ja. Je mag ook in de auto komen, hoor. Als het buiten wat koud is. Oh, nee. Ja, precies. Dan is het een liefdadigheid, hè? Kinderen meenemen in de auto. Dat kan dan, want het is tenslotte koud. Zeg, verrek. Koud, dat is niet prachtig. Oh, dus dan is het een andere zaak. Natuurlijk. Ja. Nu hoef je niet. Ja, dus nu hoef je een kind niet op te halen. Nu is het fout, maar als het koud is, dan kan het wel. Meneer, wees nou even eerlijk met mij. Ik wil de waarheid horen. En als ik deze chats gesprek... Dit is strafbaar, hoor. Ik weet niet of je het weet. Dit is hartstikke strafbaar. Dat is dan mooie kloten, hè? Dat je dan zo je leven verkwanselt om dan een kind op te gaan halen. Wat vinden uw kinderen hiervan? Nee. Ik weet het niet. U doet alsof het wel kan. Dus waarom zou u dit niet breekbaar maken? Dat is toch allemaal niet zo erg? Maar u heeft er geen bijbedoelingen bij, zegt u. Dus wat is dan het probleem? Ik heb er niet bij nagedacht. Meneer, hou op. Ik probeer uit mijn woorden te komen. Ja, dat gaat verrassend slecht. Want ik probeer er voor mezelf iets van te maken. Nou, probeer dat eens. Als u diep in uw hart kijkt, weet u dat u... En misschien schrikt u van uzelf, dat kan. Ja. Dat geloof ik wel. Dat geloof ik echt wel. Maar... Even voor de duidelijkheid, u staat hier in een soort slecht dorp een kind op te halen. Ja, ben ik dan de enige van ons twee die dat even niet begrijpt? Nee. Ja, dat zit er bij je lijn. Nee, dat zitten wij helemaal niet, hoor. Ik doe dit namelijk niet. Ik hou geen kinderen op met mijn auto. Snap je? Maar wat moeten wij met mensen zoals jou? Wat moet de samenleving nou met gasten zoals jij? Ik moet hulp gaan zoeken. Mijn
redenatie. Nee, maar u liegt. Nee, jij maakt ervan dat je dat niet wil. Als ik heb niet paar motorjassen. En met seks kun je beter leren op een oude fiets. Ja, met die oude fiets. Dat, oh, dat is wel fout. Oké, okay, waarom is dat fout? Daar heb ik mij. Nou, laten gaan of zo. Laten gaan? Maar ik laat me ook wel eens gaan, hè? Of in het weekend. Of ik doe ook wel eens wat doms. Ik doe ook wel eens wat doms. Maar ik heb nog nooit de behoefte gehad om een kind ergens vandaan te halen. U heeft die behoefte wel. Ik haal haar nu niet vandaan. Wat kwam je dan doen? Ik zou het op een randje wandelen, dat weet je toch. En dat kan wel natuurlijk. Nee, dat is ook niet goed, denk ik. Nee, maar u, zelfs in die telefoongesprekken stuurt u aan op seks. Op eventueel naar binnen gaan, bij de woning, instappen in de auto. U praat de hele tijd over seks, weet je wel. U heeft het ook over allerlei rare dingen. U heeft ook chocola gehaald, dat zal u ook wel bij zich hebben. Is dat niet zo? Dat lieg ik, dat verzin ik hier. Dat trek ik zo uit de lucht. Nee, ongeslacht. Ja, ja. Maar weet je waar mij dat een beetje aan doet denken? Toch aan een soort kinderlokker, hè? Die dan online jacht maakt op dit soort meisjes. Foto's van chocola stuurt, een beetje verleidt. En dan vervolgens een kind komt ophalen ook nog. Dat is toch bizar? Dat is toch schrikken, meneer? Ja, maar het gaat over u, hè? U bent de hoofdrol in deze film. Ja, maar ik heb ook mensen telefoongesprekken gestaan, hè? Dus ik weet niet of u dat weet, maar ja, daar lust je om. Dan geen brood van, hoor. En nou krijgen wij jou in de smiezen. Maar voor hetzelfde geld gaat het om een meisje die gewoon naïef is. Hier komt zitten. Ja. Stel nou dat het je eigen dochter was. Ja. Ja. Dat zou even balen zijn, hè? Ik vind u nog gevaarlijker dan dat ik hiervoor al vond, weet u dat? Want u doet een beetje alsof het allemaal wel meevalt. Nee. Ja, dat doet u wel. Nou, zo komt het niet over, zo is het. Want u, ja, wat is uw cupmaat? Ja, dat is een motorjack. Oh ja, dat is onhandig dat ik dat heb gezegd. Ah, nee, dat is niet handig. En niet handig, vriend, er zitten mensen voor in de bias. Voor wat jij vandaag komt doen. Ja, dan moet je niet zeggen dat het om een motorjackie gaat. In basis bent u gewoon een viespeuk die een man of een meisje, bedoel ik, komt ophalen. En dat is de kern. Misschien als het samen fijn voelt dat je daar anders over gaat denken. Wel spannend, elkaar ontdekken. Ja, dat heeft u gezegd. Dat verzin ik hier niet. Nee, maar dan moet u hier mijn poppen maken. Nou, deed u dat maar. Ik schrik, ja, maar ik ben ermee bezig. Oké. Okay. Ik kan wel zeggen dat ik het heel erg vind en dat ik er zelf heel vaak voor schrik, maar... Maar waarom zegt u nou niet gewoon eerlijk waar u voor komt? Waarom, wat is er mis mee om gewoon te zeggen, ja, die gesprekken zijn uiterst seksueel. Maar dan bent u nog zieker in uw hoofd dan ik dacht, want dan schrijft u dingen die u helemaal niet denkt. Nee, klopt. Dat is raar. Ja, maar dat is een grote bek online. Oké. Okay. Dan is het nog anoniem. Ja, en ik denk dus dat het probleem is dat u dat heel goed heeft overzien en dat dit allemaal tactiek is. Dat denk ik. Want u bent ook in de telefoongesprekken, bent u echt vrij slim, hoor. Ik vond het nogal shocking nadat ik die gesprekken heb gehoord. Hoe gewiekst u bent. Hoe subtiel u bent. Toch een seksueel grapje maken en daarna zeggen nee grapje. Of iets seksueel zeggen en daarna denken haha. Dat doet u. Een beetje weglachen. Ja. In de hoop dat een meisje dan zegt, nou is goed. Misschien is het wel raar als ik vraag of ik aan jou hulp kan vragen of tips. Maar ik denk dat ik op dit moment het beste wat ik kan doen is hulp vragen. Jawel, maar dat kan alleen als u eerlijk bent en dat bent u niet. Kijk, als u tegen hulpverleners gaat zeggen, ja, ik ben betrapt en ik kwam mijn kind om mee te wandelen. Ja. Dan is de hulp gauw voorbij. Dan zegt de arts, nou, een beetje dom, maar ach, hè? Kan wel. Ik zal ook niet zeggen of het kan wel toch. Ik mag hopen van niet, maar dat is natuurlijk een andere kwestie dan dat u zegt, ik heb gebeld en in het geheim en verkering mogelijk en op een oude fiets moet je het leren. Wat is je cupmaat? Dat soort dingen. Dan moet u dat wel eerlijk zeggen. Maar dat gaat u niet doen. Nee, maar kijk, in basis zijn het lobby's voor kinderen
En daar zitten gewoon heel veel volwassenen. Ik ben zelf ook even wezen kijken. Het is schrikbarend. Het is shocking. Kinderen, er zit notabene een lobby in, specifiek voor kinderen. Nou, daar hoef je 5 seconden in te kijken. En daar zitten alleen maar mensen zoals u. Alleen maar? Nou, ik heb toch een computer thuis? Je bent toch geen kind? Dus... Nee, maar je kan me daar niet in. Dat klopt. Dat klopt. Oké. Maar als journalist mag je dat wel. Nee, maar u moet mij nou niet de les lezen. Nee, maar ik wil het niet mag. Nee, maar kijk, nou word ik vervelend. U moet mij nou niet de les lezen over... Of het daar mag komen of niet. Kom op zeg, gaat u mij de les even lezen? Dacht het niet, vriend. Maar u bent fout hoor. Ja, ja. Maar dat u nou de bal naar mij kast, ho ho. Nee, sorry. Ja. Ja, nou dat regelen we zo wel. Ik ben nu even met de spraak bezig. U had heel veel niet moeten zeggen vandaag. En uit eenzaamheid, nou daar kan ik nog best iets van voorstellen, maar dan snap ik nog steeds niet hoe je vanuit... Maar eenzaamheid is niet goed. Dat klopt. Ik heb me in de gezegd, zei wat ik moest denken, misschien dat ik het probeer woorden te zoeken, maar in de verveling, 20 is het, korte dagen. En dan zoek je verveling en de ene die begint wel een gesprek en ik... Maar wat zeg je, je hebt allemaal die beginnen allemaal geile verhalen en het gaat toch veel erger dan dit. En waarom zoekt u niet iemand van uw eigen leeftijd? Waarom komt u dan terecht bij... Ik chat met alle leeftijden. Ja, maar dat is nou net het probleem waarom we hier staan. Ja, nee, precies. Ik ben niet met jonge chat. Maar heeft u nou echt mij nodig om dat te begrijpen? Nee. Blijkbaar wel. En weet je... Er zitten ook gewoon lui dat je weet dat ze iemand nadoen, dat ze iemand zorgen. Zeker. Bij bosjes. En het is ook een beetje dat ik... En dat is ook de verveling weer, dat je zo iemand eigenlijk een beetje... Nou, laat ik zeggen, treuzen. Maar... Dat ze op een gegeven moment dan heel kwaad zijn. Ja, maar tot daar naartoe, als u... Nou, wat een lol. Als u dat nou doet, prima. Dan vervelen dus, maar... Nee, prima. Maar dat vind ik allemaal best, wat u allemaal doet. Maar dit mag gewoon niet. Het is schadelijk. Dit is veel te veel. Slachtoffers van seksueel misbruik hebben daar geen boodschap aan. Dat gaat tot de dood, hè, die pijn daarvan. Ja, dat is zo erg. Dat weet u heel goed. Nee, dat weet ik niet, sorry. Dan heeft u echt heel hard hulp nodig, hoor. Heeft u moeite met inleving, met empathie, of dat niet? Ik denk dat dat misschien wel kan, maar... Vandaag even niet. Nee, ik laat dat heel erg in gebreken vandaag. Ja. Oké. Maar... Je drukt heel goed op een pijnpunt. Je laat heel goed zien... Wat ik verkeerd doe en dat is heel goed dat je dat doet. Maar dat doe ik niet om u te helpen hoor, dat doe ik om... Dat weet ik wel, om die groep. Ja, om, ja. Om die meiden te helpen, dat is heel goed dat je dat doet. En het is heel goed dat je zo de feiten drukt. Dit had gewoon echt niet moeten. Ik zou het gewoon hierbij laten. Als de vieze eikel. Dan hoop ik dat u uw leven betert. Goed werk. Nou, tot nooit meer, zou ik willen zeggen. Natuurlijk ligt de informatie en alle gegevens van deze meneer bij de politie. We hebben alle gegevens, maar ook de telefoongesprekken en de chatgesprekken natuurlijk overhandigd. Maar nu was dat te weinig tot het ingrijpen van politie. Maar door een nieuwe wet die ingaat vanaf 1 juli zal dit soort misbruik voortaan sneller strafbaar zijn. En dat geldt dus ook voor deze man. Het komt ook natuurlijk gewoon bij deze man als notering erbij te staan dat wij deze melding hebben gemaakt. En mocht deze man in de toekomst weer dit soort dingen doen, dan zal hij door die nieuwe wet sneller strafbaar zijn. En dan zal de politie weten dat wij ook melding hebben gedaan. Maar laten we hopen dat deze man zijn lesje heeft geleerd.
Ja, dat chatsites een bron van verderf en misbruik zijn, dat tonen we in deze video aan. En heel veel ouders kunnen daar toch best wel een beetje iets van leren. Want heel veel ouders geven hun kind een telefoon en ze doen maar wat. Pas nou op. We gaan daar veel te roekeloos mee om. Ook de ouders. Echt, ouders, pas nou op. Ben je zelf minderjarig, pas dan echt op wat je doet. En met deze rode knop gaan we veel vaker dingen testen. Dit soort thema's, maar ook andere thema's. Andere platformen, noem het maar. Heb je tips en suggesties over welke tests we moeten doen met deze prachtige rode knop? Laat het dan hieronder weten. Doe een duimpje omhoog voor deze video en abonnees. Het klinkt ouderwets, maar het helpt ons enorm. Druk dus op abonneren. Laat hieronder weten wat we nog moeten doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video.